10 jaar heb ik het volgehouden. Amsterdam! Maar ik ben eindelijk thuis. Dit is mijn uitzicht vanuit mijn nieuwe tuin. En als je weet waar ik vandaan kom, dan is het eigenlijk heel logisch waarom ik weer hier wilde gaan wonen. En in deze video vertel ik waarom dat zo is. Ik ga terug naar mijn oude dorp, mijn oude buren. En vertel waarom het stadsleven voor mij wel even mooi is geweest. Kijk, toen ik als klein jochie opgroeide in Meethuizen, had ik totaal geen idee in wat voor uithoek ik eigenlijk woonde. Ik was gewoon druk met andere dingen. Totdat ik in aanraking kwam met deze. Toen ik dit speelde, GTA Vice City, wist ik het zeker. Later, als ik groot ben, verhuis ik naar de grote stad waar het allemaal gebeurt. Blaffende honden, sirenes en alles wat God verboden heeft. Maar ik was natuurlijk nog veel te jong, dus ik ging lekker verder met mijn leven op het platteland in... Welkom op de plek waar het allemaal begon. Dit is onze basisschool, brooskies. Hey! Wat moet jij hier over? Hey, hoe is het? Wie de fuck was dat? Jouw allereerste vriendinnetje. Ja, ze kon wel echt goed zoenen. Ja, dat weet ik wel, ja. Ik vind het wel freaky om te beseffen. Ik heb gewoon echt op deze wipkip gewoon gezeten. Ik heb iets lijps in mijn auto trouwens. Ben je klaar voor? Ja. Niet waar. Hit it, man. Amsterdam. Drip. Alles is zo klein. Waarom kan ik dit ineens aanraken? Ja, Quinten herinnerde me net aan dat jij mij hebt ontgroend. Brother, Ja? Ik heb het uitgemaakt met jou, Kel, omdat ik dacht, kut, dan moet ik daar met kerst zijn. Dat vind ik heel eng met al de familie en zo. Oh ja? Veel te spannend of zo. Ik denk, nou... Ja, dat heeft geen schade of zo bij mij aangericht of zo, hè. Geen littekens van of zo. Ik heb een foto gevonden, boys. Dit ben jij, dit ben ik. Gewoon al meteen side by side. Dit is gewoon dit klimrace. Beautiful, I love it, crazy. Je vraagt je af, is er dan ook een supermarkt in zo'n dorp? Ja, soort van. Pull up bij de troefmarkt. Hallo? Hallo? Weet u het nog? Weet u dat? Ja, natuurlijk wel, die ken ik wel. Hallo! Hoe gaat het? Ja, goud, Jan. Lang geleden, hè? Ja. Wat verdorie. Ja, gefeliciteerd op je straat, hè? Ja, dat klopt. Ja, ik zag het op televisie. Ja. Het zijn drie snoepjes. Oké. Ja. Neem mee, Jan. Nee, joh, ik betaal. Nee, joh. Neem mee. Weet je zeker? Ja, ik ben zo zeker. Pas verdorie, zeg. Wat een vangst. Maar normaal gesproken zie je van die video's dat ze dan teruggaan naar een oude dorp en dan spenden ze zo 10.000 euro. Ja. En nu heb ik gewoon nog meer gratis. Nog meer gratis. Het is echt zo fucking triest. Ja, Mr. Beast draait zich om in zijn graf nu. De anti-Mr. Beast. Anti-Mr. Beast. Toen wij klein waren, was een snoepje hier al 5 cent. Ja. Nu is hij nog steeds 5 cent. Ja. Even quick maths, inflatie. Dat is gewoon gratis. Het is gewoon gratis snoepje. Oké, Meethuizen was top en mijn middelbare schooltijd ook. Maar ik was dit niet vergeten. Even vooruitspoelen naar 15 mei 2013. Ik was 17 en ik kreeg dit mailtje. Beste Kelvin, hartelijk dank voor je verzoek tot inschrijving voor de Bachelor B Economie en Bedrijfskunde. 15 juni 2013, herinnering verplichte intakeprocedure. 22 juni, tot op heden heb je nog niet de online vragenlijst ingevuld. Je moet dit zo snel mogelijk doen. Herinnering verplichte intakeprocedure. 31 juni, heb je inmiddels bij StudieLink uitgeschreven voor de studie. 1 augustus 2013. 10:45 ochtends. Hallo, mijn naam is Kelvin Boema en heb me inmiddels al uitgeschreven voor de faculteit Economie en Bedrijfskunde. Ik had me die nacht in nogal dronken toestand op de stoep voor snackbar De Koe in Jorettemar uitgeschreven voor mijn studie. Mijn moeder vond dat natuurlijk niet heel slim. Maar goed, aangezien ik al wel een appartement had gefixt voor mijn leven als student, besloot ik er maar een Amsterdams tussenjaar van te maken. Boeien, mijn droom was uitgekomen. Ik woonde in de stad. Niet naar school, niet naar school, niet naar school. Dit huisje hier is het eerste huis in Amsterdam waar ik woonde. De eerste 4 jaar van mijn 17e tot en met mijn 21ste heb ik hier gewoond. Met Peter, die misschien herkende het nog uit de video's van toen, het Cinemeter tijdperk. Ik heb geen idee wie er nu woont, maar ik durf niet gewoon aan te bellen, dus ik ga eerst even naar de bovenbuurman. Dat is nog steeds dezelfde man als toen wij er woonden. En die ken ik gewoon nog. Hallo, hallo. Als het Kelvin niet is. Zo'n enge man die de hele dag bovenaan die trap zit.
Kom maar boven hoor. Nou, dit is wel het... Nou, dit is wel het uitzicht. Nou, we zijn weer thuis. Ben je klaar met filmen? Maar dan mag het raam dicht. Oh, oh, ik krijg het koud. Dit is ook een herinnering voor jullie. Ah, oh, wat goed. Hebben we dit gegeven aan jullie? Nou, als jij het niet weet, dan heeft Peter het geregeld. Ja, nou, nee, dat weet ik nog wel. Dat was mijn idee. Oh, toen woonden jullie er ook nog niet zo lang. Ik geloof dat Peter dat was, die kan vragen van... Ja, er wordt morgen een hele dure lens gebracht. Maar er moet door een volwassene getekend worden. Wilt u daarvoor tekenen? Wat mooi. Ja, je bent niks ouder geworden. Kijk, je ziet er precies hetzelfde uit. Oh, snorretje. Ja. Nou, weer eens in. Fijn om te zien dat het goed gaat. Oké, bedankt. Hoi. Hoi. Ik heb nog even aangebeld bij het huis, maar er gebeurde niks. Het is goed zo. Om op die plek te wonen daar betaalde ik destijds 1400 euro aan huur. Af en toe mag een trommaaltijdje erbij en een paar nieuwe schoenen. 1600 euro per maand aan vaste kosten, wat ik moest ophoesten. En omdat dat moest, kwam ik automatisch in een soort reuzenrad terecht die eigenlijk nooit stopt. And it goes. The park is open 24/7, 365. Every decade, every goddamn century. Maandag, filmpjes bedenken, de hele dag editen. Ik moest geld verdienen, want... Dinsdag, video's produceren. Oftewel 500 mensen mailen om te vragen of ik gratis ergens mocht filmen. Ja, ik had geen budget. Want woensdag, zakelijke kutgesprekken voeren met merken die moesten betalen voor filmpjes. Want ja, elke maand. Donderdag, te gast zijn bij een van de interview in ruil voor onkostenvergoeding. Alles voor die... Vrijdag editen, thumbnail maken, uploaden, vet weinig views, keihard balen, gewoon maar zuipen om het allemaal te vergeten, maar niet te veel spenden, want zaterdag video's filmen, hele weekend naar de kloten, maar 's weekends hielpen mensen vrijwillig mee en dat was handig in verband met die. En zondag... En zo ging het jarenlang. 6, soms 7 dagen per week gassen, gassen, gassen en dan heel even op adem komen. Maar niet te lang, want die 1600 piek die werd alsmaar meer. Huurverhoging, afvalstoffenheffing, gemeentebelasting, waterschapsbelasting, extra verzekering, nog een extra verzekering, parkeerkosten worden verdubbeld. En daardoor gaat dat reuzenrad alleen nog maar sneller, sneller en sneller. Het houdt niet op. En dat brengt me automatisch bij de eerste reden waarom ik Amsterdam ben ontvlucht. Vorig jaar betaalde ik 1400 euro alleen aan erfpacht. Erfpacht. Ik weet niet eens wat erfpacht is. 470 euro aan afvalstoffenheffing, 2700 euro aan parkeerkosten en 6 euro voor een theetje op de Albert Cuypmarkt. 6 euro voor heet water, jongens. En niet alles is alleen duurder. Dingen zijn ook maffer of zo. Dit is een voetbalveld. En dan is dit een voetbalveld in de stad. Dit is een auto. En dit is een auto in de stad. Dit is schaatsen. En dit is schaatsen in... Nou ja, je snapt hem. En voordat we aankomen bij de laatste en de belangrijkste reden... ga ik jullie eerst even wat vertellen over AirUp. Jullie weten natuurlijk dat ik als eigenaar van Charlie's groot fan ben van water drinken. En daar helpt AirUp ook bij. Dus dikke shout-out aan jullie. De meeste van jullie zullen het concept inmiddels wel kennen. Maar door middel van deze geurpots geef je water smaak door middel van geur. En op deze manier wordt water drinken niet alleen minder saai, maar ook lekkerder. Wil jij nou ook je eigen AirUp fles bestellen? Ga dan naar airup.com. Haal die van jou. Doe het lekker. En dan, tot slot, de derde en de belangrijkste reden. Het platteland is saai. En dat is juist goed. Nina en ik hebben een kinderwens. En als je daar dan over nadenkt, dan ga je toch nadenken... Oké, hoe wil ik dat mijn kinderen opgroeien? En omdat er op het platteland zo weinig afleiding is... word je eigenlijk een soort van noodgedwongen creatief. En ga je door de saaiheid dingen maken die er nog niet zijn. Omdat er geen boomhut is, maak je hem zelf. Omdat er geen Amsterdams winterparadijs is, maak je hem zelf. En omdat er geen paasvuur is, steek je gewoon de hele tering zo in de fik. En op die manier leer je eigenlijk vanzelf, van jongs af aan, onbewust dat het leven heel maakbaar is, ook al is er helemaal niks. Want ik weet denk ik wel zeker dat als ik niet was opgegroeid op het platteland, dat ik nooit had geleerd dat dit kon veranderen in dit.